leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is vrijdagochtend, het is 1 januari, de eerste dag van het nieuwe jaar. Dat brengt altijd wat kriebels met zich mee, vind ik. Ik hoop dat jullie een mooie jaarwisseling hebben gehad. Dat is voor jullie natuurlijk al een aantal dagen geleden. Voor ons was dat dus gisteravond. We hebben gisteren eigenlijk lekker in bed gelegen met een wafel en een appelbeignet en een kopje thee. En een filmpje gekeken volgens mij. We hebben een filmpje begonnen, maar uiteindelijk hebben we best wel veel gekletst tussendoor. En vanuit ons bed naar buiten gekeken, toch wat vuurwerk afgestoken hier in de buurt. Daar hebben we dan stiekem van meegenoten. En de kids hebben eigenlijk er doorheen geslapen. Dus 1 januari, altijd een beetje een bijzondere dag vind ik, zoals ik al zei. Ik heb daar op tafel wat spullen klaargelegd, omdat ik heel graag een vision board wil maken. Dat doe ik wel eens vaker, niet één keer per jaar, maar vaker. Maar vandaag vind ik dat ook echt een mooie dag voor. Een vision board met betrekking tot het nieuwe jaar. Maar misschien als ik tijd krijg, ook met betrekking tot de aankleding van de zolder en de nieuwe kinderkamers, want die gaan roleren. Dus ik ben benieuwd, want Elie die slaapt nu nog en Maarten is op zolder bezig. Maarten wil even lekker door vandaag op de zolder. Dus ik heb de kinderen. De kinderen zitten nu lekker op de Xbox. Een uur, twee keer een half uur. Dus per persoon een half uur in de vakantie. En ik ben benieuwd of ze daarna misschien zin hebben om ook mee te doen met die collages. En anders heb ik nog een plan B. Maar dat zien jullie wellicht dadelijk. Toen we vorige week bij Devro waren, heb ik van haar chai, ik denk latte gekregen. Dat was met havermelk bereid. En dat was zo'n blik met poeder. Maar echt oh, zo lekker. Ja, ik drink natuurlijk geen koffie. Ik drink alleen maar thee, water en die raakranja op dit moment. En ja, dat was echt zo lekker. Er zit natuurlijk wel suiker in. Maar ja, heerlijk. En ze had nog een proefzakje over van chai tea. Dat is dus weer wat anders. Dat is natuurlijk met water in plaats van met melk. En het ruikt echt zo lekker. Dus daar ga ik nu even van genieten. En ik heb Def gevraagd om mij ook zo'n blik te bestellen de volgende keer. En als ik hem heb, dan laat ik hem jullie zien. Oké, nu ga ik even wat knippen en plakken. Even het laatste fruit opmaken voordat mogelijk plusbus weer komt. Alsjeblieft jongens. Dank je. Elie wordt wakker. Dus ik pak alvast wat water mee om hem te wassen. Is je wakker? Oh, Elie. Hallo poepie. Hallo poepie. Wat gaan we doen? Gaan we eten of aankleden of knuffelen of spelen? Ja, wat dan? Piep piep. Hups. Ik ga jou even aankleden, schat. Slim, slim idee, slim, slim idee, slim, slim idee. Kusje, kusje. Mooie jongen. Batman, didi Batman, Batman, didi Batman. Zo, Nicky is al helemaal klaar voor de dag. Heb je zelf je haren gedaan, schat? Ja. Kijk hè. Waarom moet je er altijd van lachen? Want ik hou er wel van als het een beetje wild is. Maar jij vindt het wel mooi als het een beetje gladjes is. Ja, ja, ik vind hem ook mooi. Ja? Lea heeft ook weer zijn eigen outfit gekozen. Van heb ik me jou daar? Hè? Glitter ten top. Elie, wat zeg jij ervan? Ben je een beetje moe aan het worden? Mooi. Ja. Ja. Maar ik had hem nog nooit aan. Kan je iets vertellen over de kleuren die jij kiest? Goud. Ja. Zilver. Wit. En je vindt het niet erg dat je heel veel kleurtjes aan hebt?
Vind je dat juist mooi? Ja. Oké. Nou. Gelukkig hoeven we niet de deur uit. Wat? Niks. Wat zei je? Niks, ik zei niks. Schoenen uit de deur? Ik zei gelukkig hoeven we niet de deur uit. Waarom? Waarom denk je, Lea? Omdat het eigenlijk gaat regenen. Ja, misschien gaat het eigenlijk wel regenen. Ja. Nou, zal mama je haartjes doen? Hier stonden net die donkergroene en grijze dingen. Dat heb ik even verplaatst met dit. Ik vind het wat mooier om wat meer neutrale, lichtere kleuren te doen. Dan gaan we even wat telletjes erin doen. Mickey gaat ook een collage maken. Ik lijkt op staan en een beetje op mij. Dat klopt, ja. Star Trooper. 400.000 Hey, Star Trooper. Nee. Wat ben je aan het eten? Wafel. Is het lekker? Wie heeft die gemaakt? Buurvrouw. Buurvrouw. Mijn moeders. 1 januari jongens, 2021. En zo voel je? Goed, maar wel mooi. Hangover? Ik zou willen dat ik een hangover had. Dat zou betekenen dat ik een party heb gehad. Een party! Maar de reden van mijn hangover gevoel is snot. Ja, niet snot van jou. Nee. Lekker, smakelijk jongens. Laten we aan tafel praten over snot. Dankjewel, buurvrouw, voor deze ontzettend lekkere wafels. Wacht. Lea's en gekomen. Ben je kleiner geworden? Ga staan. Ja, dat klopt wel. Hè? Wacht. Je bent ook gekrompen. Nee, serieus. Jullie hebben het een beetje ruim genomen de vorige keer, denk ik. Met mijn vision board ben ik heel ver gekomen. Ik heb 2 dingen uit kunnen knippen. Maar goed, maakt niet uit. Geïnspireerd door de vlog van de Bellinga's dacht ik, gaan wij even bingo doen. Bingo. En ik heb op zolder, had ik namelijk nog zo'n doos staan. En we zijn toch de zolderdoos aan het opruimen. Hier zitten allemaal kleine cadeautjes in die ik ooit dus voor de kids heb gekocht. Dus dan kunnen ze als ze winnen, als ze bingo hebben, hier iets uitkiezen. De winnaar mag 3 cadeautjes uitkiezen en de verliezer mag 2 cadeautjes uitkiezen. Dat is niet eerlijk. Tuurlijk is dat eerlijk. Dat is hartstikke eerlijk. Hoeveel cadeautjes zitten er al in voor 1 persoon? Ja, die ga ik dadelijk klaarleggen. Oké? Okay? Nou, succes! Draai maar! Ik zou het, want ik vind het toch leuk. Goed zo. Lea mag eentje kiezen, dan mag Nick eentje kiezen, dan mag Lea eentje kiezen, dan mag Nick eentje kiezen en dan mag Lea nog eentje kiezen. Oh. Nou, Lea. Wat zit hier in? Het is gewoon een plakboek of een kleurboek of een schrijfboek. Deze.
Dit zijn zakjes waar je op kan kleuren. We hebben textielstiften. Dit is zand. Dat kun je dan plakken. Hier is Lego Friends. Een meisje en een auto. De stickers, oké. En dan pak ik er weer. Oké. Lea, jij mag nou weer kiezen? Ja. Oké. Deze. Oké. Deze? Ja. Ga je lekker wandelen? Hoi. Hoi kleine Nancy. Nancy. Oh. Mag ik dat niet zeggen? Ik vind je wel een beetje een moedertje. Dat lekker gesnackt. De kids hadden zin in een snack. Ik zeg ja, pak maar. Dan heb je dit afgevolgd. Maar dat maakt niet uit. En ik ben nog lekker aan het knippen. Mensen, heeft hier wat veranderingen aangebracht in het huis? Leuk mens. Ziet er leuk uit. Klaar om te koken? Roerei met tomaat en feta. Mama? Ja? Kan jij dit? Oh ja, ik ga het proberen. Wacht, ik ga even zitten met Eli. Ga jij even uitbuiken? Wauw, oh heerlijk. Het ziet er lekker uit. Eric. Domino. Domino. Gaan we, hè? Nee. Wat, nee? Nee, we gaan hier beginnen. Gaat hij zo. Oh, gaat hier de bok om. Het. Ja, filmen. Hé, maar wacht. Knalt hij hem daar omver. Ja, maar wat is daar te grillen? Ga ik je dadelijk laten zien. Gaat trap omhoog. Tram laag. Hier zit een verbinding. Woep. Eentje gaat rechtdoor. Andere gaat de hoek om. Balletje valt omlaag. Dit is een constructie van Nick. Door Nick bedacht. Heel spannend of die gaat werken. En dan. Wat Nick? En dan is het klaar. En dan moet dit knikkertje in het gaatje. Ik hoop dat het gaat werken. Oké, dan gaan we. Wil jij hem omgooien of ik? Ja, Jan, ik kan het niet zo goed. Ja, je kan ook. Nee, ik vind het spannend. Oké, film hè. Ja. Dan volg je er met de camera zo waar die heen gaat. Ja. 3, 2, 1, go. Nice! Mijn werkte! Dit werkte, Nick. Hij ging op een paar plekken haperde die. Ja. Maar dit. Even filmen. Maar dit, met het knikkertje, dat ging eigenlijk super goed, en ik. Ja. En hier ook, hè? Ja. Ja. Dit hebben we eigenlijk voltooid.